Hoi en welkom bij weer een nieuwe Plan With Me video. Deze keer voor de maand juli, de eerste maand in deze nieuwe journal. Ik moet zeggen dat ik een beetje zenuwachtig was vooraf te bedenken met wat ik in hemelsnaam allemaal kon doen. Ik vind het leuk om craft paper te gebruiken in mijn journal, maar nu heb ik natuurlijk een hele journal vol met craft paper, dus het is natuurlijk wel even wennen. Toen keek ik eigenlijk gewoon een beetje buiten rond en toen liep ik toevallig langs de tuin van een van mijn achterburen. En die hebben een hortensia in de tuin staan en dat inspireerde me eigenlijk wel. Deze spreads zijn dan ook allemaal gedecoreerd met deze kleine losse bloempjes van de hortensia. De hortensia is in verschillende kleuren altijd te vinden, tenminste hier in mijn omgeving wel. Dus daarom dat ik ook expres diverse kleuren doe toepassen. Ik heb gekozen voor een zachte paars, een zacht blauw en een zacht roze kleur. In plaats van een plakkaatverf toe te passen, gebruik ik hier een acrylverf. En dat is eigenlijk gewoon puur alleen omdat ik het niet extreem dekkend wil hebben. Ik wil wel dat het nog een beetje zichtbaar is door papier. Dat er een beetje dus het craft paper onder zit. Soms is het gewoon leuk om een ander soort stijl een keertje toe te passen. Ik heb een hele grote dot met witte verf in het midden van mijn palet gedaan. En ik heb dan een blauw, een roze en een paars gepakt. En ik doe expres steeds een aangemengde kleur toepassen voor de bloemblaadjes zelf. En de kleur er zelf ongemengd voor de kleine detailleringjes toe te passen. Ik moet toegeven dat het niet helemaal lijkt zoals de echte bloemetjes. Maar ik wou de bloemetjes zelf iets meer dimensie geven zonder dat het allemaal iets te veel werd. Hortensia's hebben namelijk vaak een beetje nerfjes erin zitten of aderen, hoe je het ook wilt noemen, hoe je het net ook zelf zeg maar inziet. En het was wel zoveel werk en ik had het ook sowieso van tevoren even op een blaadje getest, maar het was gewoon niet het gewenste effect. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Het hart van de bloem doe ik weer echt een dikke dot, zeg maar, zodat deze intens van kleur is in vergelijking met de kleine detailleringen die ik doe toepassen. Zodat je toch wat licht en donkere kleuren ziet in de bloemetjes, terwijl ik eigenlijk al maar één soort verf heb gebruikt, samen met wit. Voor de titelpagina zelf heb ik alleen de grote J uitgeschetst voor de maand juli. En dat is eigenlijk de basis van deze pagina. Ik moet toegeven, ik ben hier wel eventjes mee bezig geweest. Ook tussendoor het even een beetje laten drogen. Zeker sowieso tussen de verschillende pagina's door, want dit gaat toch wel af en toe een beetje aan elkaar vastplakken. Maar zoals ik het al vaker heb gezegd, ik zet dan gewoon een luisterboek op of een serie en ik doe gewoon lekker rustig mijn dingetje. Mijn eerste ingeving was om de J door middel van deze paintmarker helemaal wit te maken. En ik vond, ja, de intensiteit wit iets minder. Je zou ook heel duidelijk de losse, ja, streken van de stift. Dus in plaats daarvan ga ik er nog een keer extra overheen met gewoon de witte acrylverf voor hem iets dikker aan te brengen, dat hij iets duidelijker is. Dan is het tijd om de schaar erbij te pakken. Ik wil een soort Dutch door idee creëren. Alleen in dit geval niet zo dat ik de achterste pagina ga zien, maar juist omdat ik er deze keer wat kalkpapier tussenin wil doen om weer een hele pagina te creëren. Maar meer dat het een soort doorzichtige pagina wordt. Dus je een kleine glimps krijgt wel van wat erachter zit, maar niet helemaal. Ik offer hier wel een extra pagina voor op, omdat ik een mooi strakke tussenin wil hebben zitten. En nadat ik de ene kant heb uitgeknipt, doe ik de andere kant overtrekken met een potlood. En dan knip ik ook die uit om op die manier een dubbel schabloon te hebben, zodat het wel overheen komt aan allebei de kanten. Ik heb hiervoor 1 A4'tje kalkpapier dubbel gevouwen. Want als ik hem enkel erin deed, dan was hij toch nog iets te doorzichtig. Maar door hem dubbel te vouwen, had het precies de juiste intensiteit betreffende doorschijnendheid waar ik naar op zoek was. Gaan we door naar de maandkalender. Voor de maandkalender heb ik blokjes uitgetekend van 2 cm breed bij 3 cm hoog. En dat zijn eigenlijk de basis. En verder rest doe ik weer dezelfde soort bloemetjes toepassen op verschillende punten op de pagina. Evenals een J'tje boven in de hoek toevoegen. Alleen dan weer net iets kleiner als op de titelpagina.
Dan pak ik er nu een witte gelpen bij en dat is om de lijntjes over te trekken. Ik wou ze namelijk wel zichtbaar hebben op de pagina en niet extreem. Daarom dat ik niet kies voor een zwarte pen die ik normaal gebruik, maar juist voor een witte. Zodat deze iets subtieler overkomt, net als eigenlijk de rest van de pagina. En dat is eigenlijk al de maandkalender klaar. Omdat het nog niet helemaal droog was, deed ik hier een stukje tissuepaper ertussenin. Ik raad dat persoonlijk af, want later toen ik deze eraf haalde, was hij op sommige punten vast gaan zitten. Dus doe dit niet. Ben gewoon geduldig. Doe gewoon wel wachten. Het is het waard in plaats van dat je allemaal stukjes tissuepaper van je pagina af moet halen. Gaan we door naar de weekly spreads. De weekly spreads heb ik opgezet door uit het midden van de pagina de blokjes neer te zetten. Deze zijn ook weer 2 centimeter breed en 3 centimeter hoog. En dat is steeds om de cijfer van de dag aan te geven. Tenminste in mijn geval. Maar je kunt natuurlijk ook voor kiezen om hier eventueel de dag zelf op in te schrijven. En deze maak ik ook weer wit zodat het in het geheel weer bijpast bij de eerdere pagina's. Ik laat de bloemetjes een beetje vanaf boven, vanuit het midden, naar beneden dwarrelen. Alsof ze van de plant afgewaaid zijn en naar beneden komen. Dat was een beetje het effect wat ik probeerde te creëren. En ik ga gewoon net zo lang door met elk bloemetje tot ik tevreden ben met hoe het totaal uitziet. De ongemengde verfkleur doe ik ook hier weer toepassen, alleen in dit geval voor de cijfers zelf erop neer te zetten. En ik doe deze steeds om laten springen tussen roze, blauw en paars. Ook moest er natuurlijk weer een maand in review pagina, alleen deze keer weer iets anders als voorheen. Ik wil het een beetje meer laten passen bij het rest van het thema. Dus vandaar dat ik dezelfde hokjes hier doe toepassen. Waar ik dadelijk nog eventueel later in kan zetten welke verschillende dingen ik wil gaan reviewen deze maand. Sowieso boeken zal er hoe dan ook bij komen. TV-series en films. Maar ik weet nog niet of ik nog meerdere dingen eventueel toe wil voegen. Ik was laatst geïnspireerd door iemand anders' spread. En die deed ook bijhouden wat zijn favoriete eten was op dat moment. En allemaal van andere dingen. Wat op dat moment favoriet was. Dus misschien is dat ook wel leuk om nog eventueel toe te voegen. Maar dat zien we wel zodra de maand zelf is gestart. Ik doe om en om weer verschillende kleine bloemetjes toevoegen. En in het midden van de pagina heb ik dan July in Review uitgeschreven met een potlood. En die ga ik daar overtrekken door middel van de felroze verf te pakken. Dit was ook niet mijn allerbeste idee. Het ging niet helemaal netjes zoals ik het wou. Zeker niet in de vouw van de 2 pagina's in. Maar ik moet toegeven dat je vanaf een afstandje zo beeld het niet zo opvalt. Misschien had ik in dit geval er beter voor kunnen kiezen hier juist wel een paintmarker toe te passen. Want ik kreeg niet de nette gelijke lijntjes als dat ik eigenlijk hoopte met mijn kleine kwastje. En dat waren alle spreads alweer. Dus dan hebben we hier allereerst de titelpagina. De maandkalender. De diverse weekly spreads. En als allerlaatste de maand in review pagina. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!